Oh, het heeft helemaal geen Nee. Welkom, Tim. Hallo. Welkom bij een nieuwe aflevering van Tim en Snijboon voorspellen. Vandaag ben ik hier, Snijboon, en ik zit hier samen met mijn lamp. Lamp van ons, helpt mij, hè? Het was een beetje de Masked FM'er dit. Ja, de Masked FM'er, ja. Tim is een weekje op vakantie. Oh, dus ik heb een betere versie van Tim gekregen om deze week deze aflevering mee op te nemen. Gijs, welkom. Ja, dankjewel. Jouw debuut. Hoe lang is het serieus geleden dat jij FM hebt gespeeld? Je bent ook verslaafd geweest. Ja, niet zo heel lang geleden, maar ik mag het van mijn vriendin niet meer spelen. Nee, precies. Ik heb met FCM ben ik Conference League ingegaan. Ja, en daar is die mee geëindigd. Dat is het hoogtepunt. Ja. Jij zit hier en ik niet voor lang trouwens, want ons eten wordt wordt serieus zo bezorgd. En onze gast staat voor de deur, want we nemen dit op voor de uitzending, de podcast-uitzending van zondag. Dus er gebeurt maar het was wel een leuke uitzending, hè? Zeker, zeker. Het was fantastisch. En wil je dat nou? Minuut 14? Ja. Normaal. Wil je dat nou terugluisteren? Kan gewoon hier, hè? Zeker. Of Gijs, ik vroeg aan jou, waar wil je het dan over hebben? Ik ben heel benieuwd hoe de promovendi het gaan doen. Jij bent altijd benieuwd naar de promovendi. Ja. Grote clubs boeien jou serieus helemaal niks. Nee. Iedereen die ook tegen jou zegt dat het een spannende titelstrijd wordt, zeg jij gelijk tegen. Maar let ook op onderin. Dat is ook altijd leuk. Dus jij wilde kijken hoe de promovendi het ging doen. Dat vond ik leuk, maar niet leuk genoeg. Oh. Dus dacht ik, hoe kunnen die promovendi nou een beetje helpen ook? Jullie hebben al als Ronaldo en Messi gegeven. Daarmee werden ze geen kampioen, maar bleven ze wel erin. Okay. Maar nu wilde ik het iets dichter bij huis zoeken. Ja. Ik dacht, wat nou als alle drie die clubs de allerbeste spitsentrainer ooit hebben? Ruud van Nistelrooy of zo? Ja, Ruud van Nistelrooy en Ronaldo en Romario en Kluivert. En die doen met z'n allen samen één spitsentraining. Dus alle spelers die in die selectie zitten, hebben afwerktwint. Allemaal. Oké, wat nice. En hoe zie ik dat dan voor me? Is dan elk schot is tussen de palen? Nou ja, dat mag je hopen wel met afwerk 20. Dat hebben we gedaan bij Go Ahead Eagles. Ja. Cambuur Leeuwarden. En dat hebben we gedaan bij NEC. Wat leuk zeg. Ja. Dus Jacob Mulenga kan zomaar eens. Jacob Mulenga is eigenlijk weer gewoon de Jacob Mulenga van twee games geleden. Ja. Afwerken 20. Maar bijvoorbeeld ook, noem eens iemand, Lasse Schöne afwerken 20. Ja. Dus wij gaan kijken, stel je geeft iedereen in een elfte afwerken 20. Ja. Blijf je er dan gewoon sowieso wel in. Helpt het. Ik ben benieuwd. Gijs? Wat kunnen mensen allemaal doen als ze dit leuk vinden, dit idee? En als ze dit kanaal leuk vinden? Ja, dus je kan het aan je vrienden vertellen. Ja. Dat kan je. Je kan abonneren. Ja. Je kan commenten. Ja. Wat moet ze commenten? Wat ik volgende keer op mijn hoofd moet doen. als ik weer eens een keer te gast ben. Gaan ze er alle drie in blijven? Het moet toch wel? Nee, niet alle drie. Nee. Ze hebben allemaal afwerken 20. Nee, maar ik heb NEC gezien dit weekend en die komen gewoon niet over de middenlijn. Dus die moeten dan van eigen helft gaan schieten. Afstandsgrootte is serieus geen 20. Nee, ik denk niet allebei. Ik denk twee van de drie blijven erin. Ik denk Cambuur blijft erin. Ja. En Coed. Ja? Ja. Ja dus en NEC. Ja, NEC via de play-offs. Maar die werden ook zevende natuurlijk. Ja, via de play-offs gaan ze eruit. Oké, we gaan het zien. Drie promovendi met de allerbeste spitsentrainer ooit. Jomanda, daar gaan we. Ik heb iets aan mijn gezicht laten doen in de tussentijd. Dus ik kan niet mijn gezicht laten zien. We gaan naar de Eredivisie. Titelhouder is Ajax Amsterdam. Okay. Maar voor duidelijkheid, de rest van de ploeg heeft dus geen spitsentrainer gehad. Hè? Dus het zijn alleen de drie promovendi. Oh, het heeft helemaal geen Nee. Allemaal eruit. Zijn ze er allemaal uit? Ja, nee, niet. NEC is er ingebleven in de na-competitie. Oh, oké. Jezus, Cambuur, Go Ahead. Vorige keer hebben we doping gedaan. Toen hadden ze allemaal snelheid en kracht 20 gegeven. Ja. Dat was ook verschrikkelijk. We hebben wel zo'n club, hebben we alle spelers 2 meter gemaakt. Dat was ook verschrikkelijk. Ja. Kijk, dit is de selectie van Go Ahead Eagles. En we zien hier Mark Cardona. Ja. Afwerken 20. Ja. Als je dat ziet in dat dingetje, is hij ook. Het is gewoon een hele goede spits van de Eredivisie. Ze hebben wel spelers gehaald ook. Dat is niet handig. Zonder afwerken 20 waarschijnlijk. En Gerrit Nauber, centrale verdediger, afwerken 20. Ja. Kijk, dan ziet je spinnenwebje er dus zo uit. Ja. Dan ben je echt aanvallend best wel goed. Ja. Dat levert dan wel 2 doelpunten op. Cassia Veendorp heeft de honger 20 waarschijnlijk. Ja, maar die hebben ze gehaald. Ja, dat moet je ook niet doen dan. Mark Cardona. Ja, maar de Snijboon die komt tot leven. 11 goals is wel. Dat is wel goed, dat is goed voor Go Ahead. Ja, helemaal als je ook nog degradeert. Ja, Jacob Mulenga, 8 goals, maar. Dan ben ik wel. Ja. Hij is fysiek ook matig hoor. Nee? Zo. Kracht 6. Dat is echt dit. Ja. Ja.
Go Ahead Eagles, de topscorer, heeft 13 goals. Ja. Wat moet je dan voor die clubs doen, zeg? Ondankbaar. Als we dan verder gaan kijken naar Cambuur. Tom Boeren, wel een transfer. Nou, naar Holstein Kiel heeft hij verdiend. Zomaar afgedwongen, hoor. Met zijn 8 doelpunten. Maar hoeveel gaat hij dan dit seizoen maken, Tom Boeren? Snijboon, als hij met afwerken 20 maar 8 keer scoort. Jongen. Het doet ze een handreiking en ze doen er niets mee. Slaat gewoon nergens op. Kut zo, jammer. 10 goals voor Ole Tahar Romani. Ja. Metson, 7 goals. Wel een leuk aanvallende middenvelder, hè, zo. Hoe kunnen ze dan toch nog uit zijn? Gaan de rest gewoon super slecht, of niet? Ja, de rest is wel echt matig. NEC is er ingebleven, dus als we hier naar de competitiefase gaan en dan naar de play-offs, keukenkampioendivisie, tweede ronde komen ze erin. Ah, gemakkelijk. Gemakkelijk, 0-3 uitgewonnen in Breda, dat was ook niet spannend. En dan in de laatste ronde tegen Almere City, dat was het serieus spannend. Oh. Wat een spektakel, zeg. Almere rekende zich al rijken. Baeten maakt de winnende. We hebben bij NEC al gekeken wat de topscorer heeft gedaan. Ja. Ah, ondankbaar. Ja. Ze trainen waarschijnlijk gewoon... Alleen maar op afwerken dan. Ja, of juist niet meer. Ja, dat kan. Dus alles op talent. Ja. Maar verdedigend is waarschijnlijk verschrikkelijk. Want iedereen denkt ook alleen. Maar iedereen heeft ook dat vertrouwen van een spits, weet je wel. Dus iedereen denkt bij zijn mannetje aan, laat lopen. Ja, en ook van de tegenstander kan er 3 maken. We maken er toch 4. Hebben ze veel doelpunten gemaakt totaal? Nee, hè? Dat valt ook wel mee. Nee, best weinig zelfs. Eagles 1 per wedstrijd gemiddeld. Ze hebben wel behoorlijk wat tegen, hoor. Oh. Het is, mogen we zeggen dat het niet te redden is? Laten we naar de conclusies gaan. Want ik heb wel advies in ieder geval voor deze clubs. Gijs. Ah. We hebben... Dat is een triest verhaal. 30 spelers. We hebben denk ik wel 50 spelers in de Eredivisie. 60 spelers in de Eredivisie hebben we afwerken 20 gegeven. Gewoon op trainingskamp gestuurd. En als bedankje zijn ze allemaal gedegradeerd. Nee, allemaal niet. Ze zijn niet allemaal gedegradeerd. Maar ze zijn wel de laatste 3 op de ranglijst geworden. Wat zegt jou dat? Nou, dat ze beter dus een best wel slechte spitsentrainer aan kunnen stellen. Ja. Dus ze kunnen dan beter bijvoorbeeld Erik Botteguin als spitsentrainer doen. Ja. Blijkbaar moeten ze dus beter leren verdedigen. Heeft het aanvallen geen zin. Kunnen we ze allemaal mandekking, tackelen en koppen 20 geven. Ja. Want nu zijn die clubs die zijn te veel bezig met aanvallen. Dus we hebben ze vals vertrouwen gegeven door iedereen afwerken 20 te geven. De tip aan de promovendi is ook, laat het aanvallen voor wat het is. Ja. Zorg gewoon, metsel gewoon de boel dicht. Wat ook niet echt goed gelukt is dit weekend. We hebben ze vals digitaal vertrouwen gegeven. Jacob Moulenga met afwerken 20. Dat mocht echt niet baten. Nee. 8 goals slechts. Nee, welke promovendi gaan er serieus denk je in blijven? Ik heb wel echt veel vertrouwen in Cambuur. Die zijn natuurlijk ook eigenlijk 2 jaar op rij. Ja, ik denk dat die het niet gaan redden. Ik hoop het. Oké, Tim is waarschijnlijk op tijd terug. Anders zit ik hier volgende week ook weer met de lampenkap. Ja. Dankjewel voor het laten degraderen van 2 ploegen. Nee, geen probleem. Voor de mensen die kijken, vergeet niet te liken en te abonneren op ons kanaal. Ja. Je kunt ook de podcast zien op dit kanaal. En waar we mee bezig zijn, wat we proberen, is dat we soms de leuke fragmenten uit de podcast losknippen en die online zetten. Dus dat je niet 53 minuten Precies, dus luisteren. Stel, je moet een keer iemand overhalen om de derde helft te gaan luisteren. Ja. Dan kun je even zo'n kort filmpje sturen in plaats van die 45 minuten. Want we zijn een beetje bang dat mensen soms afschrikt. 45 minuten, Tim, schrikt mij sowieso wel af. Ja. Wij zien jullie volgende week weer met een nieuwe aflevering van Tim en Snijboon en Snijboon voorspellen. Ja. De mazzel. Abonneren, verdomme. Ja!